Hey, Chit. Dit is het huisje waar wij logeren. Hartstikke toppie. Eigenaar heet Ekkie. Lijkt wel een kabouter, maar goed. Hele toffe kerel. Begrijp een hoop. En ik wil het je toch even laten zien. Kijk. Hier hebben we... Mag je allemaal gebruik van maken. En ruimte. Nou ja, het is een beetje donker. Oh, even kijken of we licht hebben. Ook nog. Kijk. Overal mag je gebruik van maken. Je rotzooi kun je kwijt. Dus geen gouden hoorn met vullenzakken en toestanden. Ho, even het licht uitdoen. Dat kan ik wel boeien natuurlijk, want dat mag ook weer niet. Deurtje dicht. Gaan we naar het volgende. Hij padje. Kijk. En dan kun je hier. Daar hebben we een visstudio. Ik weet god niet waarom. Een visstudio dat moet heten, maar goed. Dan hebben we hier de keuken. Kijk, overal mag je gebruik van maken. Ik kan lekker fileren. Deze nou eens bakken. Had jij, kijk eens eventjes. Helemaal geweldig. Mag een tonnetje erbij. Gaan we het volgende ruimte in. Kan je ook doen. Hier, trouwens, dit is het huisje. Kijk, daar in de hoek liggen wij. Dakkapelletje erop. Maar ik zal je even alles laten zien, Pikkie. En loop je even door. Nou, dan hebben we hier nog een ruimte met allerlei rommeltjes en dingetjes. En dan hebben we hier twee schuren waar gebruik van kan maken. Hier hebben we ook nog een huisje. Ja, nou, hier hebben we nog een... ja, als jij weer een stout bent geweest, dan sluiten we je hier op. Ja, nou, hier kunnen we dan de auto neerzetten. Bootjes kunnen we neerzetten. Hè? Veel ruimte daar. Nou, dan zal ik even laten zien. Het huisje... Hey, je moet wel volgend jaar meegaan, hoor. Want we hebben er veel over gepraat, maar het moet gewoon een keer gebeuren. Nou, dan gaan we hier naar binnen toe. En kijk, hebben we het huisje. Dit is een halletje. Veel deurtje, netjes achter hier de kloten dicht doen. Komen we binnen. Dat is van Ekkie. Die is van Ekkie. Zo, deurtje achter je klootjes dicht doen. En we trapje op. Nou, oh, naar boven. Daar heb ik dus weer mee, moeite mee. Even een tilletje wachten. Even verder. Nou, hier hebben we ook nog twee. Zeg maar drie appartementjes. En dan komen we hier. Hé, hey, daar hebben we Steef. Nou, ons keukentje. Helemaal geweldig. Met daar hebben we nog eens slaapbank. Een dubbele slaapbank. Dus dan kun je fijn mee, vriendje, samen rommelen. Als je wil, hebben we het keukentje. Oh, badkamertje ook nog. Kijk, hier hebben we het scheidhuisje. Badkamertje, hatje. Ik laat het weer. Oh, dankjewel, Steen. Kijk eens zo netjes. Gaan we weer terug. Keukentje heb ik al laten zien, Meijers. Ja, nu met licht. Oh, nu met licht. Wat wil je nog meer? Koffiezetapparaatje. Oh, hier hebben we nog een overtje, magnetronnetje. Nou, die dubbele slaapbank heb ik. Kijk, een stereo voor je. En een videootje. Kun je s'avonds nog een seksfilm kijken. Hè? Oude viespeuk. En dan hebben we nog een huiskamertje. Ook televisies, een klerenkastje. Bankje, dan hebben we die meisjes weer. Dan hebben we daar nog een bankje. Hier, voor de wadpakken kunnen we ophangen. Hier nog eens een keer. En dan hebben we hier. Ja, meisjes komt eraan. Hebben we een balkonnetje. Kijk, hartstikke leuk. Boot heb ik al gefilmd. Het tuintje. Kun je lekker zonnen als je wil. Dan gaan wij wel vissen. Nog twee appartementjes. Ja, die heb ik ook al laten zien, meisjes. Visstudio, waar we alles. Hatje. Dan zijn we even. We zijn nog lang niet klaar, hoor, Chit. Want hebben we hier nog een trap. Upstairs noemen ze dat, geloof ik. Tenminste, ik weet niet hoe dat in het Duits is, maar wel in het Engels. Kijk, dan hebben we hier, even kijken wat licht hier is. Oh, daar. Even kijken. Nou, oh, hier hebben we een lampje. Nee. Kijk, twee bedden. Kun je lekker rommelen. En maar nog een luikje. En dan ga ik naar beneden, want mijn batterij is bijna leeg. Dus hij... Het moet ook heel snel zijn, zegt hij mij eens. Nou,
Waarom zal dat licht niet aan trouwens? Kijk, zien we wat meer. Hup! Oh ja, dit is het belangrijkst. Wacht hoor. Ik zal er nog even een fotootje maken. Nee, wacht even, zo even. Familie... Is dat een Feika? Feika. Familie Feika. En dat is 18-44-5 Klausdorf. Promestrasse. 58, telefoonnummer erbij. Ekke heet die. www.ocuurlauppensioen.de. Ja, ik maak er nog een foutje bij, te sturen ik ook op. Hé, hey, wat kostte dat ook alweer, Steef? Kost €50 voor twee personen per dag. Komen er twee per persoon, komt er €8 bij. Dus als ik met z'n vieren kom... Ben je €66 kwijt, ben je €17,50 per persoon kwijt. Moeten we 's morgens de afwas doen? Nee. Wordt ook nog gedaan voor ons, ja. Hè? Een rolletje closet komen op de kat, hangt de volgende dag er ook bij. Ja. Dus ik kan ook je kont lekker afvegen, of niet? Alles tip-top. Helemaal tippie-toppie. Ekkie doet ook niet moeilijk. Als jij niet moeilijk doet, Ekkie niet moeilijk. Ja, nou, simpel toch? Nou. Ik zei je, ik heb wel één tippie. Chit, neem wat lekkers mee van Ekkie. Het zei een lekkere wois, het zei een flesje neven. Marianne niet te vergeten. En Marianne, dat is zijn vrouw. Die doet de afwas. Die doet namelijk de afwas voor ons. Het is gewoon geweldig. Oh, Steef. Onze eettentje waar we vandaag geweest zijn. Ja. Hoe ver is dat hier vandaan? Kruipafstand. Kruipafstand? De haven is 2 minuten. En de haven is 2 minuten. Nou, wat moet de mens nog meer? Ja, nog één ding. Hier kunnen wonen. Chit, volgend jaar ben je erbij. Hoe dan ook, want ik sleur je gewoon uit dat Friesland. En jij komt hier mee. Ja? Groetjes. Tonnesteef. Hoi.